geluid doet het ook. Er zijn nog 6 wachtenden voor u. Er zijn nog 5 wachtenden voor u. Er zijn nog 4 wachtenden voor u. Er zijn nog 3 wachtenden voor u. Er zijn nog 2 wachtenden voor u. Er is nog 1 wachtende voor u. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Er zijn nog... Zullen we gewoon starten? Ben ik zo te verstaan? Mijn naam is Gerard Boersema. Ik ben solution architect bij Ordina. En ik zou graag wat met jullie delen in de wereld van Internet of Things. Eigenlijk twee hoofdonderwerpen die ik graag met jullie deel. Ik wil proberen om een half uur zeg maar, een aantal dingen van mijn kant uit te presenteren. Waar ik van verwacht dat ze heel groot gaan worden de komende tijd. En dan het laatste kwartier zou ik het heel leuk vinden als we gewoon wat interactiever ook jullie ideeën erbij kunnen pakken. Kijken hoe jullie er tegenaan kijken en wellicht er wat mee kunnen. Titel, hè, ik heb gezegd Connect Globally, Mesh Local en Bright Future at Low Power. Dat verraadt al een beetje waar ik het over ga hebben. Als eerste dat low power. Kijk, daar is Marco ook. Dat is een hele geruststelling. Marco, een collega van mij. En zo dadelijk zullen nog wat collega's aanschuiven. Wij zijn bij Ordina bezig met LoRa. Dat is een van de hoofdonderwerpen. Laag vermogen toch radiocontact leggen over langere afstanden. Dat is het ene onderwerp wat centraal staat. Het tweede onderwerp is de toekomst van internet. En iedereen is natuurlijk gewend aan internet. En ik wil in deze talk proberen om een beetje zowel in de historie naar achteren te gaan als een stukje naar voren. En ik heb daar zometeen van iemand die werkt bij Xerox een gedachte over wat de toekomst kan zijn van internet. Nou, daarover straks meer. Eerst eventjes een soort agenda. Wat ik graag zo in deze talk met jullie deel. Als eerste dus, zoals gezegd, een stukje connectivity. We hebben hem hier ook staan. Wie kent hem nog, de draaischijf? Ja, zijn er mensen die nog nooit een draaischijf hebben bediend? Vingers? Dus we springen even terug in de tijd. En dan ook vooruit in de tijd. Dus eerst connectivity. En dan spring ik over naar dus echt wat mij betreft het nieuwste van het nieuwste. Een enorme toekomst voor LoRa-technologie. De KPN die is ook aanwezig, ook bij ons. KPN die gaat dit doen en daar zullen we zo op terugkomen. Dan als derde punt dus dat toekomst van internet. Content-centric networking. Wie kent dat? Wie kent die term? Niemand? Ik ben benieuwd zometeen. En dan als laatste dus een stukje interactie. Nou, als eerste wil ik heel kort een beetje terug in de tijd. Wat zijn nou de dingen waar we met Internet of Things, waar we met connectivity mee bezig zijn? Nou, eergisteren viel het mooie Java magazine op de deurmat bij ons. Wat zie je daar? Ja, wat mij betreft, qua content, eigenlijk precies wat mijn oma en mijn moeder ook al hadden. En wat hadden ze dan? Ze hadden behoefte om 3 dingen te zien. De tijd, het weer en informatie. De tijd, en dan is het morgen, blijft het droog, en informatie. En ik vind het heel grappig dat als je dus een beetje door je oogharen kijkt naar hoe dat vroeger ging, hadden we dat allemaal al? 002, 003, 008. Wie kent die nummers? Een aantal mensen. Ja, dat is lang geleden. Hè? Maar in feite hadden we dat. Hè? Dus
Met die oude telefoon, hè, toen heette de KPN, die heette nog PTT. Nou, bij Ordina hebben we zo'n dingetje gekocht en we hebben met een Raspberry Pi hebben we weer werkend gemaakt. Dus als je bij onze stand langskomt, er zit een Raspberry Pi in, hè, dan kun je hem gewoon bedienen. En als je dan, net als vroeger, als je dan 002 hè, draait, en dan hoor je dit. Zoiets. Of je bent benieuwd naar het weer. Hè? 003. Ja, is het te horen? Niet wel, hè? Morgen vissen en meer bewolking. Nou, mijn oma die kon dat gewoon. Ja, die wist dat. Hè? Van, als ik op dat ding 003 draai, dan heb ik het weer. Dan moet Gerrit een jas aan of een paraplu mee. Nou. En nu zijn we zoveel jaren verder en nou, hebben we nou meer of minder? Ja, we hebben het anders, hè? Maar eigenlijk nog steeds hetzelfde. Hè? Dus dit is die. Zo werkt het, hè? Hello everyone, I'm from your telephone company. We know that dial telephones are easy to use. However, mistakes in dialing do occur. When dialing, notice that I brought my finger around. Until it firmly touched the finger stop. And now I remove my finger and let the dial go back by itself. Mijn kinderen hebben geen idee meer hoe je dat moet doen. Hè? Dus dit was toen de instructie. En de telefooncentrales. Hè, dat... Vroeger was voor elk gesprek een handeling van de telefoniste nodig. Als we vandaag nog zo zouden telefoneren, zou de hele vrouwelijke beroepsbevolking achter een schakelbord zitten. Je telefooncentrale. Zwaar kabinet nummer 1 van u. 1? Eén. Hier is een gesprek voor u. Ja, nou, zo ging dat. Ik weet niet, wie kent deze man? Elman Stroker? Niemand? Ik hoorde dat op de universiteit. Ik vond het 20 jaar geleden. Dus, ik vond het een fantastisch verhaal. Dat is dus een begrafenisondernemer in Kansas. En wat had die man? Die kwam tot ontdekking dat zijn concurrent altijd net even iets eerder bij de overlijdensgevallen was dan hij. Hij ging het uitzoeken. Toen kwam hij dus erachter dat de vrouw van zijn concurrent, dat die werkte als telefoniste. Dus als ze dan hoorde van, overlijdensgeval, dan... Toen zei hij van, nou, daar gaan we nu mee stoppen. Ik ga het automatiseren. Dat heeft dit apparaat heeft hij bedacht. Is hij een tijd mee bezig geweest. Ik vond het wel een leuke quote, hè? Dus de first telephone exchange without a single petticoat. Dat was Stroker. Maar goed, dus het duurde nog eventjes voordat hij er was en dat soort apparaten kwamen toen om de hoek. Nou, in de tussentijd is het natuurlijk snel gegaan, hè? Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Telegraaf, telefoon, fax, e-mail. In 2011 waren al onze IP-adressen op. Hè? We hebben natuurlijk nu IPv6 en zo. En straks hebben we, volgens Gartner, 26 miljard objecten connected met elkaar. Nou, dat een beetje als setting waar we het over hebben. En hoe loopt dan die connectivity? Nou, dit is, wat mij betreft, even een stukje intro van nou, waar we zijn mee bezig met Internet of Things. En laten we eens doorspringen met de KPN eigenlijk naar wat volgens mij... Volgens KPN ook, dus volgens heel veel bedrijven, nu ontzettend hot is. Nou, wat is ontzettend hot? Dat is wat mij betreft LoRa. Wie kent LoRa? Dat zijn dan niet zo... Ja, maar niks, hè? Collega ook bij Ordina. Jij kent het ook. LoRa dat staat voor Long Range Low Power. Dat is LoRa. En dat is er zijn heel veel grote bedrijven mee bezig. En wat mij betreft komt het neer op 3x10. Dus je kunt met een LoRa-chippie, dat is een heel klein radiochipje, kun je 10 jaar lang op een batterij doen. Je kunt 10 kilometer bereik heb je ermee. En je kunt ook nog lokalisatie, dus tijdverschillen en dan daarmee lokalisatie doen tot op 10 meter nauwkeurig. Nou, denk je eens in wat je... daarmee zou kunnen doen. En dat komt straks ook terug in het interactieve gedeelte, dat we eens even delen met elkaar, wat zou je ermee kunnen doen? Nou, KPN die heeft dat al gedaan en die gaat zeggen, dit gaan wij uitrollen. Ze hadden in de persberichten 2015,
En Erik, ik geloof dat het, nou, misschien ietsje later, hè, maar KPN gaat dit uitrollen. Dit gaat gewoon komen. En als ik mag voorspellen, dit wordt, ik denk dat het minstens zo groot wordt als wifi of gsm, zeg maar, zoals we het nu kennen. Dit heeft potentie. Nou, je ziet ook een aantal namen staan. De club is nog veel groter. Hè. KPN zit ook in die alliantie. En die zijn ermee bezig, die gaan dit doen. Om even een beetje een beeld te geven van wat je dan ermee kan doen, hè, heb ik even een voorbeeldje van het internet weten te plukken van meneer Akerman, geloof ik. Die heeft de Pie in the Sky. Kent iemand dit project? Toevallig? Nee? Nou, om even aan te geven wat je ermee kan doen. Hier zie je dus de LoRa-chip. Die hebben ze dus met een Raspberry Pi in een beer gestopt. En die hebben ze uit de ballon gedropt. Even het filmpje starten. Hello and welcome to the Daily Orbit. I'm Emerald Robinson. What comes after Baumgartner? How about a Baumgartner bear? Okay, so it's not really called that, but a robotic teddy bear has recreated Felix Baumgartner's October 2012 record-setting leap from near space. The bear's name is actually Babbage, and contains a Raspberry Pi low-cost computer, which transmitted tracking data and shot video through the bear's ascent up in a hydrogen-filled balloon and back down to Earth. Opa. Babbage reached 39 kilometers, that's 31 meters higher than Baumgartner. So I guess Babbage actually holds a record, huh? Uh-oh, Baumgartner, I smell a challenge. Goed, dus de beer heeft gewonnen. He, maar ik vind dit wel zelf een sprekend voorbeeld van wat je dus met zo'n LoRa-chipje kunt doen. Hè. Dus hier is ongeveer de Mount Everest. En 39 kilometer hoogte, hier ongeveer, kun je met een LoRa-chipje op een batterijtje communiceren. En dat is geen videoverbinding, hè, maar wel hè, een status of een positie of zoiets. Is dat een beetje te volgen zo? En nou goed, dit is net omhoog, maar je kunt dus ook hè, dus horizontaal. En straks, hè, als KPN het heeft uitgerold, hè, dan hebben we gewoon overal heb je dekking. Nou, hoe ziet dat eruit? Dit is een plaat van microchip. Hè, een soort ecosysteem zie je ook ontstaan. Hè, de kleine chipjes, dan deze, hè, dus door microchip in een oplossing geduwd. Je hebt heel veel bedrijven die dit gaan doen. En ongeveer ziet het verhaal er als volgt uit, dat je dus eigenlijk Internet of Things objecten, via de LoRa-verbinding, via gateways aan de cloud het verbonden. Nou, dat is, en wat verbind je dan? Nou ja, the sky is the limit, hè, alles. Ja, daarom zijn we vandaag ook hier zo bij Internet of Things. He, dus boten, bruggen, koeien, kinderwagens, stoplichten. Verzin het maar. En nou ja, dankzij deze infrastructuur kun je Internet of Things doen. Nou, dat zijn de dingen. Rechtsbovenin zie je een plaatje, een andere manier van kijken naar LoRa. En daar zie je eigenlijk dat je behalve dat je fysiek met de radio aan het verbinden bent, dat je ook hè, een laag erbovenop hebt van encryptie. Hè, compleet end-to-end een verbinding op applicatieniveau. Dat jij echt als jouw gebruiker met hè, jouw melkmachine in het weiland praat. Ja, dus ook die lagen zitten allemaal in de protocollen inbegrepen. Nou, ik laat hem even voor wat dat betreft als hoofdzaken. Maar dit is ongeveer LoRa. Is dat zo helder een beetje te volgen? Ja, klein vraagje? Zijn het nou beacons? Nee, het zijn, ja, je kunt ze als beacon gebruiken. Hè, dus dat is prima. Maar je kunt ook heen en weer. Je kunt dus als... Sorry? Ja, je kunt het gebruiken om een auto te zitten. Dus waar zit je? Dus als beacon. Maar je zou hem ook, hè, als de Nest thermostaat, dat je zegt, nou, zet nu een verwarming aan. Dat kan ook. Nou, even een demootje, want we hebben dit gebouwd, ja? Wat is ongeveer bandbreedte ideaal? Je zegt berichtjes, wat moet je voorstellen? Ja, niet heel veel. Ja, ga hier geen video overheen zenden. Hè, maar kennen wij getallen, Marnix? Het begint bij
Zoiets, hè? Dus het, nou, de demo, is het live demobaar? Want wij hebben dit gebouwd, hè? Dus bij Odina hebben we dus zo'n we zijn echt lekker aan het hobbyen geweest. We hebben zelfs printplaatjes ervoor geëtst en daar LoRa-chipjes op gesoldeerd. En we hebben dus eigenlijk een werkende opstelling. Dat we dus aan de ene kant een LoRa-chipje hebben. En aan de andere kant van de zaal, waar Marco zit, hebben we een tweede. En als het demo-effect niet te hard optreedt, dan als ik deze joystick zou bewegen, zou Marnix wat zien. Marco, sorry. Nou, dus dat is... Hè, en dat ook een kilometer erop. Ja, hè, dus bij Odina hebben we dus een hele grote toren. Hebben we de ene bovenin gezet en de andere helemaal in de kelder. En dat communiceert ook. En als je nou op internet kijkt, hebben jullie ervaring al bij de KPN, Erik? Ja, nou, ook bij de mensen op de meer. In de steden kom je 2, 3, want een netwerk waar jij je oorlogsdevice staat in hand, krijg je van die jouw data van het internet te krijgen waar je doet. Dus dat eigenlijk internet verlengen met een oorlogsradio. Ja. Maar de techniek, hè, dus de techniek die dus in de chip zit, die is geschikt om op elkaar triangulation te gaan doen. Of op gateways, hè, of hè, dus op de chip. Nou, laten we dit eventjes en straks even ook in gesprek gaan van, nou, wat zou je ermee kunnen? Dat is denk ik de leukste vraag, zeg maar, om hier ook op deze dag uit te wisselen met elkaar. Ik wil één stap verder doorstappen naar dat andere onderwerp, wat ik ook graag met jullie deel. En dat is wat ik aantrof van deze meneer. Dat is meneer Van Jacobsen, die werkt, als ik het goed heb, bij Xerox. En hij heeft een verhaal op internet staan en dat vond ik wel boeiend. Hij zegt eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenis van connectivity, hebben wij een heel aantal jaren, hebben wij gewoon hard met wires, hebben we elkaar verbonden. He, dus je wilt bellen met iemand, dus dan leg je een kabel aan, een enorme infrastructuur en dan kun je met hem praten. Nou, hartstikke mooi. Toen kwam internet. En er zitten ook nog steeds kabels in, maar je kunt je weg zoeken. Hè. Toen kwam ARPANET en die dreiging van de Russen. Hè. Als de West Coast wordt plat gebombardeerd, kan dan via internet hè, de packages hun weg nog vinden, hè, alsnog naar de andere kant. Nou, dat kennen jullie natuurlijk, is geweldig. En meneer Van Jacobsen die zei van, nou, eigenlijk hebben we dus met die eerste stap hadden we wires en met die tweede stap van internet hebben we dus geen zorgen meer om echt een vol continue wire tussen de verbindingen te hebben liggen. Tof, hè? Hele goede ontwikkeling. En hij zegt, hij voorspelt eigenlijk een nieuwe manier, een nieuwe stap die we gaan maken, want hij zegt, nu zitten we nog steeds te plumben, hè, op endpoint niveau. Hoe haal je data op? Je zoekt via naam een IP-adres en daar haal je de mosterd. Nou, hij zegt, wat zou er nou gebeuren als we dus meer op content niveau gewoon binnenkrijgen wat we willen hebben? En dan eigenlijk een opvolger van internet, hè, als ik het zo mag betitelen. Nou, dat is eigenlijk komt dat neer op dit. Je roept je interest, ik wil dit hebben. Je krijgt het terug en aan de content kun je zien wat je hebt gekregen. Eén stapje dieper. Je moet het, als je thuis bent, maar eens rustig nakijken op internet, die talks. Maar eigenlijk komt dat neer op het volgende. Van Jacobsen zegt van, nou, stel nou dat je dus de New York Times van vandaag wilt hebben. Dus de interest message is dus, dan roep je naar boven toe, doe mij de New York Times van vandaag. Then the magic happens. Je krijgt iets terug. En nou, voor een deel is dat... Is dat gewoon, hè, wat we al kennen, dus in HTML-vorm of whatever. De New York Times zit hierin.
En hij zegt van nou, dan heb je twee dingen die je moet toevoegen daaraan, waarmee je dan een aantal dingen kunt verifiëren. Twee dingen namelijk. Ene is, wat ik terug heb gekregen, komt dat wel echt van, hè, waar komt dat vandaan? De New York Times. Hè, je krijgt niet de Telegraaf dan. Dat is de ene. En de tweede, dat is een soort checksum over die inhoud. Van wat ik heb gekregen, kan ik als client volledig narekenen. Ja, dit is echt een valide inhoud. Nou, Van Jacobsen zegt van als je dit gaat doen, dan is het mogelijk om aan de clientzijde, zonder dat je dus die endpoints gaat benaderen, je content binnen te krijgen. Hij zegt, nou, hoe dat ding getransporteerd wordt, die krant in dit geval, hè, maar dat kan ook een ander bericht zijn, dat maakt niet meer uit. Hè. Al heeft een vliegtuig een stukje harddiskruimte over en daarmee is het getransporteerd. Ik kan als ontvanger, kan ik volledig controleren of ik het juiste heb. Is dat te volgen? Probeer het even wat te comprimeren, zeg maar. Ik vond hem interessant. Ik weet niet of we dit nodig hebben voor al onze verkeer. Hè, maar een deel ervan denk ik, van, nou, dit kan best eens een vooruitgang zijn ten opzichte van wat we nu telkens gewend zijn om te doen met IP. Hè, wat doe je om de New York Times te krijgen? Dan ga je naar newyorktimes.com, je zoekt dat IP-adres op en daar stel je je vraag. En eigenlijk heb je nog steeds zo'n oude, hè, zo'n, in zekere zin ook zo'n wire. En hè, dat is, vind ik, wel een hele boeiende gedachte van wat deze meneer vertelt. Hè, content-centric networking als next step. Ja. Inderdaad, een goede aanvulling, maar niks is. Dus BitTorrent. En dan zie je ook een andere analogie. Hè? Dus BitTorrent zal iedereen wel kennen. Hè? Van waar krijg je het vandaan? Ja, dan kun je misschien ook wel de New York Times. Ik weet niet of je met de New York Times kunt ophalen via BitTorrent. Hè? Maar ja, dat maakt je niet uit waar die vandaan komt. Hè? En dat wordt zo bij elkaar gesprokkeld. En het leuke daarvan, want er zit natuurlijk een hele leuke kant aan. Want ja, wat zijn nou de voordelen? Is bijvoorbeeld dat je dus de afzender niet belast. De New York Times die hoeft maar één keer te publiceren. Die zegt, hier heb je de krant van vandaag en zoek het verder maar uit. En daarna is het weg en wordt het gedeeld en wordt het geshared. Dus dat is denk ik een van de grote plussen. Bijvoorbeeld op festivals. Wat doen we nu op festivals? Als het heel druk is, zetten we allemaal zendmasten bij. Omdat iedereen natuurlijk dus over dat ene punt gaat. Nou, als je BitTorrent-achtig zou gaan werken, of misschien via dit concept, dan zou je dus wellicht veel efficiënter je ding kunnen doen. En eigenlijk veel robuuster zijn als er meer gebruikers zijn. Nou, dat even als gedachte die ik graag zo even bij jullie in de groep gooi. En eigenlijk ook zo tot een conclusie kom, tot de twee dingen die ik wil noemen. Hè, dus low power, en wat mij betreft wordt het een doorbraak. Ik ben benieuwd naar jullie gedachten erover. En dan die opvolger van internet, hè, content-centric. En kunnen we zo richting de toekomst gaan. Ik had in de aankondigingen, die ook gepubliceerd zijn, had ik beloofd om hier iets over te zeggen. Hè, van hoe verandert dit ons leven? Nou, daar kan ik nog tijden over doorgaan. Hè, maar wat mij betreft is de uitdaging hoe ik daar zelf in sta en ook mee bezig ben, is dat we de ambitie moeten pakken om de techniek dienend aan de mensen te zijn en niet andersom. Hè, laten we niet onszelf als robots veranderen. Een tweede punt wat ik zelf altijd aardig vind om telkens te overwegen, van wat gebeurt er bij een crisis? Stel, volgens mij komen ze nu ook met de regelmaat van de klok komen ze voor, een grote stroomstoring. Ja, dan heb je dus geen stroom, dus heb je geen internet. Dus valt je hele maatschappelijk leven valt even stil. Nou, hebben we met Internet of Things, hebben we mogelijkheden om alsnog een soort backup te hebben met elkaar. Bijvoorbeeld, nou ja, dat je een soort intranet of things maakt. Dat je dus niet via dat ene centrale punt wat je dan even niet kunt bereiken gaat, maar dat je dus alsnog lokaal je ding kunt doen. Nou, dat als tweede gedachte. Dan natuurlijk die complexiteit. Nou ja, dat is een beetje een open deur en ook het plaatje. Wij betreffen, ja, laten we niet bang zijn voor de complexiteit, maar gewoon met z'n allen gaan aanvliegen.
Nou, een aardige gedachte in dit verhaal vind ik de topologie. Als straks de KPN hiermee gaat starten, en dat zijn ze al aan het starten. Nou, wat zou je ermee kunnen doen? Nou, dat is net die vraag, hè, van dus is het push of is het pull? En als we nou eens die hele grote wereld van Internet of Things in die twee zuilen even opsplitsen. Hè? Dus sommige dingen kijk, dat je vanuit Japan niet onze sluizen wilt kunnen bedienen, hè? Dat mag duidelijk zijn. Maar onze waterhoogtes, wat zou er tegen zijn dat onze waterhoogtes, hè, of iets anders, ik heb bus- en treinlocaties, hè, waar is public transport, dus waar zit die bus of die trein, of de drukte op de weg, hè, op een wegvak, wat gemeten wordt. Als je nou die data gewoon is onversleuteld, hè, wel met authenticiteit, hè, dus dat controleerbaar is, maar gewoon deelt. En dan misschien niet eens via de cloud, hè, want dan kun je natuurlijk via de cloud ook delen zo.